De vraag is nog eventjes of je in de Kamer gaat komen. Hè? De exit polls geven 14 zetels aan. Je staat op plek 15. Hoe zie je het zelf? Ten eerste moeten we gewoon erkennen dat de uitslag landelijk gewoon teleurstellend is. Het is zeer teleurstellend. Dit hadden we niet verwacht. Ik wil hierbij ook D66 en de VVD feliciteren met die mooie uitslag die ze hebben. Voor ons blijft het natuurlijk spannend. Het zijn nog polls. Dus ik hoop nog dat het kwartje de goede kant opvalt. Dus dat weten we pas vanavond laat. Maar ik blijf nog positief gestemd. Ik ben niet zo iemand die direct dan negatief wordt. Dus ik laat het gewoon op me afkomen. We hebben het goede werk gedaan. Ik wil ook alle kiezers die op het CDA hebben gestemd in Pelemaas ook bedanken. Want ik heb wel in Pelemaas een positieve flow gevoeld. En ik hoop dat we dat binnenkort ook zien wat de uiteindelijke CDA-stemmen zijn geweest op mijzelf hier in Pelemaas. Want de vorige keer heb je op heel veel stemmen kunnen rekenen. Verwacht je dat eventueel, mocht er toch maar op 14 uitkomen, dat je nog maar voorkeursstemmen erin zou kunnen komen? Nee, voorkeursstemmen, dat wordt heel moeilijk. Want voorkeursstemmen, dan moet je er toch echt 20.000 hebben. Dat is heel moeilijk en niet realistisch om daaraan te denken. Waar is het dan misgegaan bij het CDA? Daar moet ik eerst even een nachtje over slapen. Sowieso is de uitslag teleurstellend, zeg ik nogmaals. De anderen hebben het beter gedaan. D66 VVD, complimenten aan hun. Maar voor ons begint nu weer ook weer de campagne voor volgend jaar, de gemeenteraadsverkiezingen. En voor de komende 4 jaar. Dus we gaan ook weer met positieve energie verder. Dus misschien dat het voor Wopke nu iets te laat was dat hij aantrad, maar over 4 jaar moet hij er dan gewoon staan. Ja, als je eerlijk kijkt, Wopke die is 12 weken lijsttrekker ten opzichte van een Rutte die er heel lang zit. Dus de tijd is heel kort. Blijkbaar was hij niet lang genoeg. Maar het politiek is zo. Je hebt teleurstellingen, die horen ook bij het leven. Dus je moet ook weer de wonden likken en dan weer verder.